Woensdagmiddag 8 juli heeft wethouder Van Spuy van de gemeente Tiel door een handeling op het dak van het pand 8 Tiel 60 zonnepanelen in gebruik gesteld, waardoor het pand energiepositief is geworden. Dat wil zeggen dat er meer wordt geproduceerd dan dat er voor koeling, verwarming en overige elektra verbruikt wordt. Fantastisch initiatief, heel veel zonnepanelen op het dak om ook aan de Tielse doelstellingen te werken natuurlijk voor met betrekking tot klimaat. Het kost een beetje geld. Maar op termijn verdient het zichzelf gewoon terug. Ik denk dat we binnen 5 jaar de hele installatie terugverdiend hebben. En daarna gaan we geld besparen. We zijn helemaal energie-neutraal. We hebben hier 60 zonnepanelen op het dak neergelegd. En daarmee zijn we het eerste bedrijf in Tiel wat zelfs energie levert op jaarbasis. De koeling, de verwarming, het normale energiegebruik, alles gebeurt middels de zonnepanelen op het dak. En mede dankzij de gemeente nu, die 20% subsidie geeft op de installatie, is het absoluut interessant voor iedereen. Ja, bedrijven kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente. Dat wordt dan heel snel getoetst. En dat gaat echt om vele duizenden euro's die een bedrijf kan krijgen om zonnepanelen op het dak te leggen.